Goeiedag, welkom bij deze nieuwe cursusvideo. Je hoort het, nieuwe tune, nieuw logo, we zijn lekker bezig. En ik ga het vandaag hebben over precies selecteren en dat in combinatie met de move tool. Ik ben hier bezig met een kozijn en ik vind dat die rechter en die linker stijl eigenlijk te ver van elkaar afstaan en dat de tussenruimte te groot is. Ik heb van dat kozijn een component gemaakt. Kijk, ik heb nu de hele zaak geselecteerd. Hartstikke idee, component kozijn. En dan klik ik op Create. Nou, als ik deze nu wil aanpassen, dan moet ik hem dus dubbel klikken. Jullie wel bekend, denk ik. En nou, dan pak ik de Move Tool en dan ga ik even kijken of ik bepaalde zaken kan verplaatsen. Nou, dit kleeft helemaal mee. Dus het maakt wel degelijk uit waar ik de Move Tool pak en wat ik selecteer. En dat precieze selecteren, dat ga ik jullie leren in deze les. Althans, dat ga ik proberen. Kijk, als je nou de spatiebalk induwt, dan krijg je de selectie tool. En als ik dan al slepend een vak maak van rechts naar links, dan zie je een stippenlijn verschijnen. En dan selecteert hij eigenlijk te veel. Als ik een vak trek van links naar rechts, dan kan ik heel precies hier alleen de lijntjes selecteren die ik nodig heb. Dus die blijven nu star. En de rest is niet geselecteerd. En als ik deze naar links en naar rechts beweeg, dan zal het starre gedeelte hetzelfde blijven. En het boven- en het onderkozijntje, dat zal een beetje inkorten. Ga maar kijken wat er gebeurt. Ik heb nu geselecteerd wat ik wil gaan verplaatsen. En nou verplaats ik dat zaakje met de move tool. Nou, nu kan ik nog alle kanten op. Dus ik zorg even dat ik shift ingeduwd hou om mijn asrichting te forceren over de groene as. Ja. Hopsa. Dan gaat hij 300 naar links. Nou, datzelfde verhaal dat doe ik met de andere kant. Ook weer even shift induwen en dan 300 naar rechts. Nou, nu ben ik tevreden met het hele verhaal. Dit vind ik mooie kozijnen. Ik ga de onderkant nog even weghalen. Ik knalde hier even een deur in. Ik ga eerst hier een component van maken. Hop, deur, create. Dubbelklikken. Opdelen in tweeën. Tik, tik. Oh. Hopsa. Dan gebruik ik de offset tool. Tik, tik. En nog een keer. Tik, tik. Nou, dan gaan we er eventjes een beetje diepte in brengen. Ik heb nu trouwens voor de leuk even de schaduw aangezet. Gewoon voor het filmpje. Maar als je aan het tekenen bent, zou ik de schaduw zelf even uitlaten. Want daar moet SketchUp allemaal over nadenken om dat continu te laden. En je moet hem zo min mogelijk denkkracht geven, zeker tijdens het tekenen. Dus zet de schaduw vooral uit. Nou, even een kleurtje geven. Wat gaan we eens doen? Hopla. Die en die. Nou, die zijn nu helemaal bruin. Even wat glas inzetten. En dan op Escape duwen. Daar glas, daar glas, daar glas. Nou, de resterende vormen die moet ik ook even een kleur geven. Lekker donker, een beetje chic kleurtje. Zo, donkergrijs, is dat wat. Kan nog wel een tandje donkerder. Ja, ik vind het mooi zo. Oh, zwart, hopsa. Even de boel wat versnellen voor het eindresultaat. Nou, het resultaat is bijna daar. Hopsa, eventjes het dak er mooi op. Mooi camera standpunt. En ik ben klaar voor deze cursusvideo. Kijk hem even een paar keer terug. Met name dat selecteren, dat precisie selecteren. Zorg dat je dat een beetje in de vingers krijgt. Heb je vragen? Ga naar onze website of boek een van onze cursussen. Of kijk natuurlijk de video een paar keer. Zoals een goede basis, een gevorderde, een opfriscursus. Zakelijke trainingen op maat voor gemeentes, voor bedrijven, maakt niet uit. Ik nodig je heel graag uit en anders tot de volgende video. Doeg!